Sensory Spaces is een tentoonstelling waarin altijd een buitenlandse internationale kunstenaar debuteert in Nederland. Speciale uitnodiging van het Boijmans. En wat wij vragen aan de kunstenaar is om het werk te maken speciaal voor de ruimte waarin alle tentoonstellingen van Sensory Spaces plaatsvinden. Dit keer is uitgenodigd Abraham Cruz Villegas en hij is een Mexicaan, komt uit Mexico City en heeft fantastische dingen gedaan al over de hele wereld. Wat hij doet, dat is dat hij vaak uit de omgeving materiaal haalt waar hij een construct mee maakt. En dat heeft altijd te maken met een soort van relatie die hij heeft in Mexico met armoede, met slechte ontwikkeling, met gebrek aan management. Dus er zit vaak een soort van melancholie in de richting van wat er niet lukt in zijn land, maar waar hij wel altijd aan refereert. Waarbij hij ook de schoonheid laat zien van weinig hebben en met weinig dingen veel doen. Voor deze serie heeft hij zich geconcentreerd op de watersituatie in Mexico. Maar je ziet het ook als een metafoor voor hoe er om het water in de wereld wordt gestreden op dit moment en wat er allemaal het gevolg van is. Wat een luxe het is om gewoon goed water uit je kraan te hebben. De eerste vraag die hij mij stelde toen hij binnen was: kan ik hier uit de kraan drinken? My approach to water for this series came very specifically from something that happened in the neighborhood where I grew up in Mexico. The neighborhood where I was born, in fact, in the south of Mexico City. It was some 2 years and a half ago that my mother called me and said, you know what's happening here, 2 blocks away from our house? This company, they are building a new apartment building. They are constructing a huge housing building. And when they were excavating to construct, they found water that is coming from the earth, like a well, you know, like a source of water. And then the company, instead of telling the authority, they just took the water, they covered the water source with concrete. And the neighbors, they knew and they went to protest against the company. It became a very, very big struggle. And it made me think and remind of not my biography, but wherever I came from, that it's there. And it took me to reflect and think about what is water for me. And when I was a child, water was very scarce there, so we had no water and we had to carry it from afar. Hij heeft dus een drieluik gemaakt over water, de Water Trilogy. Parijs, Tokio, Rotterdam. En daarin gaat hij in op de deplorabele situatie van het drinkwater in Mexico. Some years ago I approached a friend to work with me who's a traditional musician who I think he's the best singer of Huasteco music in Mexico. His name is Andrés García Nestitla. And he normally plays in a trio playing Huasteco music. And I asked them to travel with me to play a traditional tune, an old song from Mexico, from the Huasteco region, but with new lyrics that I wrote about related to water or to different things. Like in one of the songs, it's the little axolotl telling the story of a big lake that is now drying. And there is another one in which an old lady cries because of her missing children. The tears of the lady, they are so many that they make a lake. And in the lake there is something that lives there and it's hidden, trying to escape industrialized food. Tres, dos, uno. Constructed these little domes that are based in the design of the dome of the market of my neighborhood.
It's kind of a geodesic dome, similar to those designed by Buckminster Fuller, the American engineer. That's the shape of the market in which my mother used to sell clothes. She used to sell ladies' underwear in that market. So I grew up in that dome selling brassieres and ladies' panties when I was a child. And these domes, as people will see, were used as loudspeakers for the musicians. So it's a very, very simple installation. It doesn't really, there is no magic, no trick. Here in this exhibition, I'm including a good set of information that is being the source of my research. It's about water in Mexico, but it's also about water and the economy of Rotterdam. Mexico leeft heel erg in het hier en nu. En dus de dingen die gebeuren in het land worden door de mensen zelf ook enorm opgehaald en enorm doorverteld. En het is een hele speciale, actieve, hedendaagse manier van zijn. En dat is mooi. Het is echt een land met energie. En daarom wonen er ook erg veel hedendaagse kunstenaars. Hè? En ook veel mensen die daar dus een soort van, ja, bijna misschien een Rotterdams gevoel aan ontlenen. Waterwerk gaat eigenlijk over hoe water de wereld scheidt en verdeelt, in dit geval. Maar het is ook weer een intuïtief werk, zou je kunnen zeggen, dat toch een hele grote maatschappelijke betekenis heeft. Everybody, all of us, we are made with water. And we cannot live without water. And also as a metaphor for the flow of life, the flux, let's say, you know.